Wie je diploma hebben we ook nog. Een spijklein. Cadeautje. Zelf is bij een onderwaard. Wat is dat? Niet goed. Oh, ja, geen voor. Ja, dan moesten we die andere ook doen. Ja, het is dus toch bij deze toch geslaagd. Dank je wel, een hartstikke gefeliciteerd, joh. Zo, ook weer een fijne. De volgende is Giel. Dat is pas een bijtopie, wat wil je doen? We begonnen met het... Giel was dus een persoon die wat met het systeem wil beginnen gewoon. De taak van Rick, die gewoon met een hele hoop zeik op de hand houden. Ik gewoon lekker op vakantie. En daar is dus een vliegtuig gepakt. Daar is nog Spanje, Engeland en Spanje nergens is er geweest. Hij heeft ook geprobeerd om Loes te ontvangen met zijn tent, maar dat is hem helaas niet gelukt en dat wil ik mee bereiken. Maar ja, hij is dus vorige week teruggekomen. Hij heeft dus direct examen met de aflegging gehad. Wist nog niet dat hij er een kruid moest maken. Nou, dat heb ik in de grond zijn dag gekost. Voor hem dat even goed op het verstandje brengen. Maar desondanks is er toch nog geslaagd voor het examen. Dus ik vind het een hele grote prestatie. Dat is ja jou. Alsjeblieft. Dan heb ik nog één euro, dat is graag. Ja, dus een man die is heel erg stil. Dus nooit aan de berg. Altijd heel veel aan de krantje te laten. Meestal in de weekenden, want dan heeft hij een hele store. Dus heel schiet. Hij doet heel veel toezoet. Ook hij is geslaagd voor het examen. Dus bij deze, ja. Dank u wel. Dan hebben we er nog twee, dat is Arno en Fons. Helaas gezien dat dit niet, dus met deze kregen die een zwaar diploma, maar het cadeautje houden we natuurlijk zelf. En die wat zijn toch in die buurt? Ja.